Deze uitzending wordt u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reisen. Ik denk dat we vandaag gewoon vanaf begin af aan volle bak zijn gegaan. Het is wel een oefenwedstrijd, maar we zijn gewoon volle bak gegaan en we hebben gewoon alles aan gedaan om te winnen. En ik denk dat dat er ook wel in zat. Alleen, één goal is denk ik iets te weinig qua de kansen die je krijgt. Maar op het einde mag je misschien nog wel blij zijn dat 1-1 blijft. Want op het einde zag je wel dat een paar mensen bij ons doorheen zaten. 1-1 tegen een club uit de derde divisie, dat is een redelijk resultaat, neem ik aan. Hoe kijk jij terug? Ja, dat vind ik ook. 1-1 is prima. Je hebt 60, 70 minuten lang heb je gewoon goed georganiseerd gestaan. Aan de bal ook goed. Een paar goede kansen gekeerd. Goede goal gemaakt. En het is wel een klasse beter HSC. Maar ik denk dat we vandaag niks hebben ondergedaan. Uiteindelijk wordt het dan 1-1. Misschien had je iets meer verdiend. Maar de bal gaat er maar niet in. Hoe beleef jij dat vanaf achteruit? Ja, vanuit achteruit doen wij gewoon ons ding. Proberen gewoon in nul te houden en geen kansen tegen te krijgen. En we moeten, wat er voorin gebeurt, ja, wij kunnen alleen maar hopen dat ze die ballen erin schieten. Want achterin hoeven wij geen goal te maken. Het is gewoon de kansen die je krijgt. Ja, nu hoop je dat gewoon dat het ingaat. We komen op 1-0. Het is dan gewoon jammer dat je zo'n goal tegen krijgt uit de omschakeling. Dat vind ik dat is het enige minpuntje van vandaag. Voor de rest alleen maar positieve dingen gezien. Zij zetten erg veel druk. Vooral als jullie de bal hebben, zitten ze strak bovenop. Voor jullie is dat ook zwaar natuurlijk. Je zegt ook, een aantal jongens zaten er doorheen. Heeft dat daarmee te maken, denk je, dat het gewoon een stukje sneller is allemaal? Maar niet sneller, want in de competitie worden we ook wel onder druk gezet. En in de beker, dus daar ligt het niet aan. Maar het is gewoon, je hebt weer een paar nieuwe jongens erbij. Nieuwe groep. Je bent net weer 2 weken bezig. Je hebt dinsdag ook een wedstrijd gehad. Ja, en dan speelt 2 wedstrijden spelen gewoon mee. Die je dan hebt gespeeld. En op het einde zie je dat wel terug. Qua vermoeidheid. Jij persoonlijk even. Eerste helft sta je links centraal achterin als ik het goed heb. Tweede helft linksback. Waar ligt jouw voorkeur? Liefste centraal. Maar ja, als het echt niet anders kan. Want Dylan die had hamstringklachten. En Simon die was geblesseerd. Dus er blijft er niet zoveel over links achterin. Dus ja, dan is het makkelijk om mij daar gewoon neer te zetten. Omdat ik linksbenig ben. En ik die positie wel kan invullen als het moet. Hoe kijk jij terug op de voorbereiding tot nu toe? 2 wedstrijden gehad, vandaag lekker 90 minuten gespeeld. Je ziet er goed uit in het veld. Hoe kijk jij terug? Nou, ik kijk met een positief gevoel terug op de eerste 2 weken. Goed getraind. De nieuwe jongens passen zich snel en goed aan in het systeem en bij de club. En dinsdag vond ik ook al dat we goed hadden gespeeld tegen Eagles. Dat ging natuurlijk nog iets sneller. En die waren al iets verder in de voorbereiding. HSC ook gewoon weer goede tegenstander, dus we hebben gewoon 2 goede tegenstanders gehad met veel weerstand. En daar word je uiteindelijk in de voorbereiding word je daar alleen fit van. Daar heb je de competitie gewoon profijt van. Deze uitzending werd u aangeboden door Regge Fiber en Shubi Reisen.